hier, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 12. En dat is van maandag 18 maart tot en met zondag 24 maart. En als ik kijk wat deze week voor de stier gaat brengen. Dan lijkt het een week te zijn, stier, waarin je misschien in eerste instantie wat voor jezelf aan het twijfelen bent of dat je de juiste keuze hebt gemaakt. Soms kun je wat met zaken of met gevoelens, emoties in het verleden blijven hangen en dan kan je daar een wat naar gevoel van krijgen. En je kan het ook heel de tijd blijven herbeleven. En probeer dat eigenlijk niet te doen, want ik heb op het moment zoiets, als je het heel erg voelt of als je er heel erg mee bezig bent, hou het niet voor jezelf. Ga het juist delen met andere mensen, praten over wat het met jou doet en wat het misschien voor andere mensen betekent. Het kan zijn dat iemand jou iets heeft aangedaan voor je gevoel en dat je daar niet goed uit kan komen. Dus hou het niet bij jezelf en ga er niet helemaal in mee, maar ga juist uitspreken. Ga er juist iets mee doen. En ik heb het idee dat je er uiteindelijk voor kiest om het te delen met andere mensen. En omdat je het gaat delen, ga je eigenlijk een stukje verbinding maken. En dat is eigenlijk een stuk overwinning ook voor jezelf. Dus je zult gaan merken dat je uiteindelijk een soort stap hebt gezet die je eerder misschien niet durfde te maken of niet kon maken. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik wil natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.